wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer je alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel aparts maken. We gaan namelijk een natuurlijke schilderij maken. Weer eventjes helemaal wat anders. Dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij Op is Op en je kan eventueel een latere datum aangeven mocht je dat willen. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Zoals ik al zei, gaan we vandaag een natuurlijk schilderij maken. Daarvoor heb ik ook al een hele leuke basis met allemaal berken, hout, vierkantjes erop. En daarop gaan we met allerlei natuurlijke materialen en ook wat planten werken. En op die manier maken we eigenlijk een natuurlijke schilderij. Dat is natuurlijk echt heel erg leuk om bijvoorbeeld aan de deur te hangen. Of buiten bij de deur is het ook heel erg leuk. We gaan er ook wat diepte in aanbrengen. Dus ik haal je er even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Het leuke aan dit stuk is dat je het echt helemaal naar eigen inzicht en smaak kan maken. Je kan bijvoorbeeld gaan werken op de hokjes. Dus dat je elke keer, ik heb heel verschillende natuurlijke materialen, die lijm je op de hokjes. Je kan ook grotere vlakken maken, je kan ook vormen maken, mooie boog. Dus daarin kan je echt helemaal zelf je eigen gang gaan. Dat is heel erg leuk. Dus je kan met dit ondergrondje gewoon heel verschillende manieren het opmaken. Ik gebruik daarvoor allerlei verschillende soorten mos. Straks ook wat hout. Maar die werk ik er later op. Ik heb IJslandsmos, groenmos, natuurlijk mos, een klein beetje bolmos, wat zakjes. En je kan dus het helemaal opmaken zoals je zelf wil, zoals ik al zei. Je kan bijvoorbeeld ook in een baan werken, dat is wel heel erg gaaf. Je kan ook zeggen van ik ga allerlei vakjes opvullen. Het natuurlijke van het hout mag je natuurlijk ook blijven zien. Dus ja, ga lekker daarmee aan de slag. De basis maken we dus met mos. En je kan dus wat grotere vlakken doen. Ik pak wel elke keer hele kleine stukjes, omdat ik dit gewoon mooier vind staan. En je het dan ook goed vast hebt zitten, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Gebruik daarvoor ook een goede lijmtang. Ik zal ook eventjes, want daar heb ik veel vraag naar, wat lijmtangen toevoegen aan de webshop. Zodat jullie die ook kunnen bestellen. Nou, dit lijm je dus even goed vast, zoals je kan zien. En dan ga je over op het volgende. Je kan ook bijvoorbeeld eerst helemaal de baan doortrekken. Naar een zijkant. En dat kan in een rechte lijn, dat kan in een bocht, wat je daar zelf leuk in vindt. Hoe mooi dit effect wordt. En ik laat dit nu nog doorlopen naar de andere kant. Dus ik laat hem onder het mos, laat maar zeggen, doorlopen. En laat ik hem hier verder gaan. Jullie kunnen al een beetje het effect zien wat er gebeurt. Er komt een mooi lijnenspel in het stuk. Dus dat geeft een mooi effect. En hier gaan we gewoon nog even door met ook wat andere materialen. Mocht je nou denken van, goh, er zit toch nog iets los. Dan kan je natuurlijk altijd eventjes wat lijm na onder doen. Dat doe ik straks ook even. Ik controleer straks even alles of het goed vast zit. Zodat je het straks niet van de muur af hebt. Nou, dan heb ik weer een ander soort. Ook hierin. Ga ik weer met lijnen spelen. Kijk weer wat mooi uitkomt. Mocht je het handig vinden, kan je het ook alvast wat uitleggen voordat je het gaat lijmen. Dan kun je kijken of je het zo mooi vindt.
voordat je definitief vastplakt. En ik heb ook natuurlijke materialen die ik erin verwerk. Zo ook deze mooie vetplant. Ik haal de onderkant even af. Dit doe ik door te draaien. En die kan je dan ook erop lijmen. Pas op dat je lijm niet te warm is. Je kan hiervoor ook koud lijm gebruiken. Dan heb ik hier nog wat heel fel groen mos. Het is heel mooi van kleur. Het is wel iets ja, wat kwetsbaarder. Dus dit moet je er echt heel fijntjes en goed op lijmen. Super leuk. Die ondergrond is natuurlijk al heel erg mooi. Dan heb ik ook wat houtjes. Die ik er leuk in toevoeg. Je kan dit ook verdelen. Ik leg ze in een rijtje achter elkaar. Het zijn natuurlijke materialen. Dus de ene kan natuurlijk net wat groter zijn dan de andere. Maar dat geeft juist een heel mooi effect. Het is eigenlijk een soort puzzelen. Je kleurt, of kleuren, tekenen. Je tekent zelf je schilderij in. Dan vind ik het mooi om het diepte aan te brengen met een grotere tak. En ik werk het uiteinde van de tak even weg met een beetje Rotulantia mos. En ik vind het wel mooi om die kleur van het rode nog even extra terug te laten komen op een aantal plekken. Je kan het schilderij natuurlijk zo druk maken als je zelf wil. Je kan de materialen gebruiken die je zelf wil. Je kan heel veel extra toevoegen. Maar ik vind het ook wel mooi om nog even wat luchtiger te houden. Zoals je ziet is die echt prachtig en heel mooi natuurlijk. Mocht je nou zeggen van, goh, maar ik wil er een voorjaarsschilderij van maken. Dan kan je natuurlijk wat extra bolletjes eraan toevoegen. Je maakt gewoon de worteltjes schoon en verwerkt ze eigenlijk op dezelfde manier. Of wat ook kan, wat heel erg leuk is, is om er wat kwatto-eitje aan toe te voegen. Maar ik hou de basis zo, omdat je hem zo heel lang goed kan houden. Omdat hij zo echt heel sterk is. En je op die manier eigenlijk, zoals de voorjaarsbolletjes, de kwatto-eitjes, het aan elk seizoen kan aanpassen. Dus dan heb je echt heel lang plezier van zo'n schilderij. En dat willen we natuurlijk. Ik ga er voor nu voor het voorjaar wel het kwatto-eitje aan toevoegen, want dat vind ik al een heel leuk effect geven. En zo hebben we echt een heel tof stuk. Het is gewoon weer eventjes anders en daar hou ik wel van. En ik denk jullie ook wel. Je kan hem dus helemaal naar wens maken. Ik ben heel benieuwd als jullie dit gaan maken. Laat vooral alle verschillende creaties zien. Want dit is er eentje waar ja, iedereen gewoon een heel ander schilderij van kan maken. Ik ga hem zo ophangen. Dan kunnen jullie zien hoe het is geworden. En hoe het erbij hangt. En dan hoop ik dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen via www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Laat vooral eventjes in de reacties weten wat jij van deze video vond en wat je graag nog wilt zien. Er komen ook nog heel veel paasvideo's aan, dus dat is natuurlijk ook heel erg leuk. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!